Welkom bij deze zaterdagmorgen. En de kindjes zijn weer terug. Ze zijn net thuis gekomen. Jij bent er ook weer. En we gaan even naar de kamers kijken. Want de kamer is veranderd. Een beetje. En er is ook iets nieuws. Ik heb ook iets nieuws. En dat weten ze ook nog niet. Ja? Mijn bed was niet zo goed. Nee, je moet nog opmaken. Kijk, je hebt een hele mooie. Hele mooie. Ja, walvisje en een rondje. Ik heb een soort doosje. Heb ik een mooi touw. Heb ik iets gekregen. Ja. Is voor je sieraadjes? Ja. Nee, niet voor mijn sieraad. Let's go! Dan kan je iets van maken met mijn logo nu omheen. Oh. Dan kan je zoiets maken van vormpjes. Nou, niet alleen staat het kamertje nu zo, maar wat hangt er aan jouw keukentje? Schotje! Ik heb voor Logan de blauwe en voor Brooke de rode. En weet je wat ik nog meer heb? Nee, niet in jouw kamer. Overwandjes, ook rode en blauwe. Als jullie kunnen bakken in het keukentje. En hier? Ja, dat is een poetsdoekje. Oh ja, oh ja, 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 kijk, ik heb hier een bordwisser. Probeer het maar eens over je krijtje. Dat is beter. Mega goed! En andere kleurkrijtjes. Wow! Dat had ik allemaal nog gekocht, dat is waar. Dan wordt hier goed opgeruimd hoor. Ja. Ik heb altijd tegenstel bij mijn bed, anders... Als ik slaap, dan kan ik mijn telefoon pakken. Handig meisje, goed bezig. En hier wordt ook lekker gewerkt. Die gaat ook lekker zijn kamertje helemaal op orde maken. Goed bezig, hè? Mama. Ik ga je helpen. Geef me wassen zetten. Lekker bezig, vent. Hey, mama mag het even Boris uitlaten. Dus je kan nog even je filmpje afkijken. Maar dan gaan we daarna even iets anders doen. Hè? Even iets wat niet op een tablet is. Oké? Okay? Of iPad. Of iPad. Dat is heel mes. Dat is oké. Hoe wil je Nintendo met mij doen, mama? Nintendo is ook scherm, schatje. Dus je kan bijvoorbeeld je werkboekje doen. Of je kan een puzzeltje gaan maken. Van die eekhoorntjes misschien wel. Een puzzel van iPad dus. Online. Nee, iPad is ook met scherm. Die andere Muppet zit hier, denk ik. Hi. Ik kom even bij jou kijken. Ik wil je eens deze film meekijken. Die is super grappig. Is die super grappig? Oh ja. Ze doen papa doet dat blauwe tanden maken. Echt waar? Ja, kom maar deze film. Nou, mama gaat even Boris uitlaten. En ik kan even vertellen dat wij zo even samen wat gaan doen wat niet op een iPad is. Dus misschien wil je wel die nieuwe Frozen puzzel maken. Maar die op je iPad. Nou, moeilijk hè. Dus ga er maar even over nadenken. Mama komt zo terug hè. Nog heel leesje, dus dan denk je laatste filmpje. Oké? Okay? Oké? Okay? Oké? Okay? Ja. Oh. Nou zijn mijn kinderen meestal niet zo heel erg iPad verslaafd. Maar dan zijn ze net 8. 9 dagen bij hun vader geweest. En daar is dus helemaal geen iPad. Nou ja, misschien hebben ze wel een iPad, maar in ieder geval mogen Lola en Brooke daar niet standaard iedere dag eventjes op of zo. Dus dan wordt het een dingetje waarin ze dus heel graag willen. En ik weet bijna wel zeker dat ze in Oostenrijk ook geen televisie gehad hebben. Dus ze zijn eigenlijk gewoon al anderhalf week cold turkey niet digitaal. En het is voor deze generatie toch best een beetje lastig. Merk ik dat, want een van de eerste dingen die ze vroegen was, is mijn iPad opgeladen? Dan zei ik, nee, het is niet opgeladen. Dat heb ik gewoon niet gedacht, die loopt gewoon leeg. Zet inderdaad aan de opladen en dan gaan we eerst lekker een beetje de spulletjes opruimen. Met kerstspel speelgoed nog een beetje spelen. Ze hebben nog leeg opgeruimd. En toen hadden ze echt zoiets van, nou, zelfs ik was moeilijk. Dus van, ga even wat voor jezelf doen. Mijn rug deze weer van dat leeg uitzoeken. Nou, van 3:30 tot 4:30 hebben ze niks gedaan. Op de iPad, zei, nou, dat mag nu wel eventjes. En het is nu bijna 4:30, dus ruim. Wel ruim voldoende. Dus ik ga dat ventje uitlaten en dan
gaan we iets aan een puzzeltje doen, nog even kleuren of iets. Dan laat ik lekker frietjes dus. Dit is geen handdoek, dit is een t-shirt. Leg die maar daar neer dan. Hopla! Nee, wel netjes doen, hè? Kijk eens hoe ik dat opvouw. Je moet in mijn kamer, daar. Ja, ja. Ik heb natuurlijk een systeem dat ze centjes krijgen als ze helpen. En dat willen ze volgens mij wel gelijk. Ja. Juist. En dat doe ik zo. Mm-hmm. Puntjes naar de puntjes. Puntjes. Mama. Ja. Brooke mag er ook een stapel hoor. Brooke, deze had jij opgevouwd en ik heb hem nog even beter gemaakt. Dus leg die maar op je eigen stapel. Een sok. En dan ja. Ja, en dan kijk je die kant op, goed zo, en dan is die klaar. Zo? Ja, dan is die netjes. En dat zo? Nee, dat is te klein. Kijk, ze klaar. Ja. Ik heb heel veel wat ons leven gemaakt. Goed zo, ligt nog een klein beetje. Kijk, ja, zo moet je ze. Die doen we ook nog even een keertje. Zo. Ik ga er nog. Zo. En nog papa's kaas. Ja, die kan niet. Deze kan ik nog even opvouwen. Laten we eens kijken hoe netjes dat is. Die... Nou, ik vind het niet onaardig voor Logan. Dat wordt een te grote stapel. Ik ga je even helpen. Moet koekjes ook gewoon over worden? Nee, die hoef ik niet. Of wil je de oven? Wel een koekje uit de oven natuurlijk. Oké. Okay. Allemaal lekkere dingen. Ik heb een eitje met een lepeltje en een bekertje melk. En deze. Oh, en had ik ook nog een geroosterde boterham met jam? Ja. Heerlijk lekker hoor, dankjewel. Nog meer bij. Nog meer? Ja, want jij moet groot zijn. Oh, ik geloof dat ik al groot genoeg ben, hoor, schatje. Net als een wolf. Dit gaat ook nu eten. Dankjewel. En nog het laatste is een koekje. Oh ja. Dit heb je allemaal besteld. Dankjewel. Krijg je nog een kusje bij? Kusje. Joey, dankjewel voor je goede zorgen. Lekker hoor. Hallo. Nou, wij gaan koekjes bakken. Wij gaan deze soort koekjes bakken. Lekker yummy. Koekjes. En daarmee hebben ik wel hulp, namelijk met Brooke, ja? Yeah? En mama. En mama. Daar heb ik hulp van. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, cause you're fine. En doe even in de koelkast, hè? 20 minuten nog een stuk. Ja. Even gevoeld worden, denk ik. En wat gaan we nu doen? Nee, dan moet je even wachten. Wachten. Als je wilt, kan je nu alvast gaan aankleden. Of je kan alvast. Je kan nog even wat. Ik wil aankleden. Ik niet. Nou, mag ik even aankleden? Ja. Wat moet ik aan? Wat je wil, iets moois. Bijvoorbeeld kokken magic kleren. Ik ben benieuwd wat Brooke uitgezocht voor outfit. Wat denk jij?
Ik denk gewoon zijn kokkerk, kleding op of zijn wel een pakje of zo. Ik denk dat ze een jurkje gaat pakken. Dat denk ik. Klapt je hartje hard? Ben je zenuwachtig? Is het spannend voor de koekjes? Nee. Oké. Heb je al luchtje opgedaan? Ja. Oh. Wat ruik je dan? Oude mannen. Ja. Ik ruik je Adidas luchtje. Zacht. Maar dat heb ik niet opgedaan. Jawel toch? Met je, gisteravond denk ik dan. Ja. We hebben de oven aangezet. Ja. We hebben het deeg weer klaargemaakt. We hebben de vorkjes gepakt. De rollers. Helemaal goed. Helemaal goed. En nu zetten we je even neer. As you know, I could stay forever. Hallo, dat is dus nummer 2, 1, nee joh, dat is echt een filter van de lucht. Hoe klein wil je dat nou? Ja, dat moet toch ook heel klein? Maar ik kan niet zo goed rollen. Natuurlijk, je kan niet goed rollen. Kijk, zo, een heel klein neusje, zie je dat, Buk? Dat is al goed genoeg, is dat net? Ik ga een beetje drukken en een beetje rollen. Zo. Kan mama nog een sjaaltje maken dan? Voor mij. Ja, dit, ik heb nu echt een broek vast, hè? Doe ik zo voor jou. De realiteit van dat is het. Ik ben uiteindelijk niks te werk te doen. En voor kinderen om je heen aan te kijken. Doei doei. Kijk eens hoe leuk ze zijn geworden. En omhoog dan zie je ook nog een paar oogjes. Zie zo. Kijk, dus hier hebben we nog eentje die boven kijkt. Daar nog eentje. Ik denk dat het bovenop ook makkelijk was. En dan kan het neusje ook bovenop, want je ziet, de neusjes die bleven niet zo goed zitten. Ze zijn leuk, hè? Ja. Zullen ze op een mooi bordje leggen? Brooke die heeft om make-up gevraagd. Want we gaan zo naar de bioscoop film gaan. Maar weet je dit nog? Ja. Ik weet het nog niet. Jawel. Spionnen. De spionnenfilm. En ondanks dat Brooke make-up heeft gehad voor de kerst van oma Karin, van mama, heeft ze, dat ligt boven, dus, en ik was met mijn make-up bezig, ik wou eens een keer een beetje verzoenlijk uitzien. Kan je het zien in de camera? Nee, nog. Zie je het? Ja. Ik wil ook. Jij wil ook donker. Deze? Kan je nog meer doen? Kijk maar. Ik wil ook. Zie je het? Ik wil ook nog deze in. Maar je dacht dat je twee vlekjes wilde. Wil je dan één staartje en dan die zo neer? Of wil je dat ik zo'n vlekje maak met een staartje zo neer? Ja, ik wil twee. Ik wil hier de clip en daar ook de clip. Nee joh, je gaat er niet achter op je hoofd de clip doen. Dit is niet meer. We gaan nu mijn make-upen. Waarom wil jij make-upen? Omdat ik dat mooi vind. Maar make-up is toch eigenlijk voor meisjes? Ja. Ja, en waarom wil je het dan? Omdat ik het gewoon wil, omdat ik het mooi vind. Oké, nou, even een stapje naar achter doen dan. Dan ga ik laten zien. Ik heb opgezocht hoe je een jongen moet opmaken. Male contouring. Je gaat eerst een doekje pakken, want ik zie allemaal glazuur op je. Ga zitten. Waarom zit jij in mijn spulletjes? Jij bent misschien wel een meisje, maar dat is niet de bedoeling. Oké. Al dit genoeg gaan jullie wel luisteren, hè? Ga je eens even je haar goed kammen, dan kan ik er zoveel mooi plekken. Ben je mooi schoon? Ik denk het wel.
Nou, echt nog lang niet hoor. Moeder, mijn stinkt je bijna. Nou, jij weg hier. Jij niet overal gewoon je haar kammen. Komt ie, hè? Eerst even een beetje. Alles. Gaan maken. Dit is gewoon een hele kleine losse foundation poeder. Heel licht. Nog een beetje. Die in dit geval even het meeste roodheid uit zijn gezicht gaat halen. Go big of go home als jij het wil. Dan mag dat. Oké. Zo lekker een kwastje. En dan is het bij mama meer op het voorhoofd. Oké. Mama draaien. Waarom zie ik niks? Nou, in het echt zie je het echt wel heel erg hoor, schatje. Zie je het? Ja, helemaal. Streep. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Oké, niet aanzetten. Oké, hoe zit je zo? Even mondje maken. En dan de bal. Zo. Oké. Ja, ik ga je haar zo even maken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ik het niet eens heel slecht heb gedaan. Nee. Voor mijn eerste keer man opmaken. Oké. Nee, dat is echt veel te veel. Maar kijk hoe fit het er is. Ik maak het nog een mini. Glim. Ja, dan kijken. Ja. Ben je blij? Ja. Mama gaat het nu doen. Wacht. Dat gaat wel weer. Laat even de rest van de make-up. Mama is nog niet klaar hoor. Nou ja, trouwens. Ik wil jou niet. Baby, I will show you how you can catch my vibe. I'm right where I'm.